We gaan het over geld verdelen hebben. Het volgende experiment geeft ons een genadeloze kijk in de besluitvorming van mensen. Wanneer kies je voor jezelf en wanneer kies je voor een ander? Money, money, money. Must be money. Hoi, mag ik jou iets vragen? Wat zou jij doen met 250 euro? Ik zou het aan mijn moeder geven, aangezien mijn moeder krap bij kas zit. Wat zou u doen als ik u nu zomaar 250 euro zou geven? Ja, dan zou ik blij zijn natuurlijk. Maar wat zou je ermee doen? Vakantie. Wat zouden jullie doen met 250 euro? Ik ga met haar op vakantie in Noordwijk, dus ik denk dat ik het daar aan uit zou geven. Ja, hetzelfde. En zou je 250 euro willen winnen vandaag? Ja, zeker. Komt u mee? Ja, als het geen gekke dingen zijn. Ja, is goed. Top, kom maar. Boven dit café in Amersfoort hebben we een zaaltje ingericht als proefruimte. Het enige dat deze dames moeten doen is er binnen 5 minuten unaniem uitkomen wie er 250, wie er 100 euro krijgt en wie niks. Alleen als ze hier unaniem uitkomen, wordt het geld uitgekeerd. Als ze het dus niet met elkaar eens worden, krijgen ze allemaal niks. Duidelijk, dames? Ja. Mooi. Starten wij de klok. Wat is jouw reden? Ik ga op vakantie met een vriendin. Ik ben ontslagen met mijn andere baan en ik word nergens aangenomen. Dus ik moet eigenlijk weer van voren af aan beginnen. En ik ga in juli weg, dus... Wat is jouw reden? Ja, ik zou met mijn dochtertje van 12 op vakantie gaan zijn. Nou, eigenlijk nooit samen op vakantie gegaan. We hebben moeilijke tijden gehad. Mijn vader heeft 5 jaar vastgezeten. Dus een beetje gewoon kan ontspannen. En ik ook. Ja. Ik wil graag mijn moeder blij maken, zodat ik haar ook een keertje mee uit eten kan nemen. Mm-hmm. En zodat we samen eigenlijk leuke dingen kunnen doen. Dus mijn moeder, mijn zus en ik. Mm-hmm. Ik wil haar gewoon heel erg blij maken. En na 10 jaar eindelijk weer kunnen zien lachen. Ja, dat snap ik heel goed. Ik dacht, het is te persoonlijk, maar jullie gaan ook persoonlijk. Dus ik heb naast mijn familie die heel erg ziek zijn en die het niet gaan overleven. Dus, daarom konden wij ook niet op vakantie, niet om het geld, maar gewoon de tijd was er niet voor. Dat is mijn reden ook, dus... Wie zou jij het meeste de 100 gunnen? Ik vind jullie allebei, ja. Ik bedoel, ik gun het iedereen, dus... Wie zou jij het meeste de 100 gunnen? Ik ben een aantal jaar niet weg geweest omdat ik heb moeten aanzien hoe mijn ouders voor familieleden moesten zorgen, weet je? Dus... Je bent niet de enige die dat... Nee, maar dat is moeilijk te beslissen over jezelf en een ander, dus... Ja. Hoe gaan we hier nu uitkomen? We hebben nog een minuut. Wie gun jij het? 250 euro gunnen. Jou het meeste gunnen op zich, maar u ook. Mm-hmm. Dus voor mij is het... Wat is dit moeilijk, zeg. Wauw. Ja. Oké, nu gewoon zeggen. Wie gun jij het meeste 250 euro? Wie gun jij het meeste 250 euro? We hebben nog maar minder dan 30 seconden. Wie krijgt de 250, wie de 100 en wie helemaal niks? Komen deze dames eruit samen, ja of nee? Dat is de vraag. Vul maar in. En ook het aantal punten. Een lastige lijkt me. Wat denk je allemaal, Laura? Nou, volgens mij degene die in het midden stond, zij zou die andere twee het gunnen. Maar die daar rechts, die wou echt alles heel graag voor zichzelf hebben. Dus wat wordt het? Ik denk dat ze er wel uitkomen. Ah, maar zien, wat hebben jullie gespeeld, jongens? Allebei ja, hartstikke idee. Jij zegt dus het gaat uiteindelijk toch goed komen. Mm. En jij twijfelt ja, een beetje. Ja, ik twijfel een beetje, want ze hebben nog maar 30 seconden, of 27 was het volgens mij. Ja. En ik twijfel een beetje, omdat diegene in het midden, die was een beetje bepalend. Zo van, wat doe jij? Mm. Maar toch wisten ze het niet helemaal. En die timer loopt door. Ja, iedereen wil natuurlijk een centje hebben. Ja, natuurlijk. Komen deze dames eruit en hebben ze het hier goed met ja? Oké, nu gewoon zeggen, wie gun jij het meeste 250 euro? Wie gun jij het meeste 250 euro? We hebben nog maar minder dan 30 seconden. Nou, ik zou het heel graag willen hebben, daar ben ik gewoon eerlijk in, ja. Wie is er bereid om nu te beslissen wie wat krijgt? Ik kies sowieso 250 voor u, ik weet niet wat jij... We hebben nog 11 seconden. Ja? Ja, dan moet u nu denk ik kiezen wie... 5 seconden nog. Jou dan. Dank wel. Oeh, net. Oeh. Ik moest net bijna huilen van die verhaal. Oh. Kom hier. Heel erg goed, ze kwamen er dus toch uit, jongens. Ja, dat is toch die inschatting die je daar op dat moment moet maken. Hè? Dat je die gezichten ziet en denkt, nou, die lichaamstaal, dit gaat goed komen. Ja, het is goed gekomen. Ik ben heel blij.